Oké, ik laat je een mogelijkheid zien van via de app Google Lens. En als je die dan installeert, dan kun je met die app een onderdeel, een foto van maken. Maar let dan op, je moet dan wel een goed focus. Ik focus hem hier iets te veel naar links en dan krijg ik dus afbeeldingen van een zwarte adapter te zien. Nou, dat lijkt er dan niet op. Dan moet je gewoon opnieuw een fotootje maken. En hier, kijk, hier focus ik op dit bloemetje beneden. Je ziet dan een puntje verschijnen. Zie je dat bloem beneden? In plaats van op dat ding. Ik moest even wennen. En dan krijg ik dus een bloem te zien. Dat wil ik niet. Welke kleur, die zoekt hij dan wel op. Nee, dus echt focussen op dat ding. Tot hij dat puntje van die Google Lens app gericht ziet op je onderwerp. Dan zie je dus het onderdeel wat je zoekt. Dan weet je de code die ervoor bij dat onderdeel hoort. En dat is belangrijk, en die kun je dan verder zoeken op Google of binnen Arduino CC naar de tutorial hoe je dat kan toepassen binnen je project. Oké, laten we nog eens een andere proberen. Dus Google Lens, hè, Lens zoek ik nou op. Op mijn telefoon, hè, daar zie je dat icoontje, daar links, meest linkse icoontje die. Google Lens, dan heb ik dus ik heb hier een ander onderdeel. Ga ik goed focussen dat het. Ja, dan zie je dat rondje verschijnen bovenop het apparaatje wat ik zoek. Nou, op, kijk, daar is het, dat blauwe dingetje. Hoppakee, fotootje maken. En dan exact precies vindt hij de eerste ding wat het is. En dan zie je dus opnieuw een code, een korte uitleg waar je dan ja, terecht kan. Om te zien, wat is het, wat kan ik ermee doen, hoe sluit ik hem aan. Het, al die informatie kun je dan vinden. Nou, lekker makkelijk. Nou, nog eens eentje een proberen. Even zoeken, wat gaan we doen? Ik pak gewoon iets uit mijn kistje. Dus hier, ja, zo, hoppakee, dit ding. Ja, er zit van alles in zo'n kistje. En misschien is het een goed idee dat je al die onderdelen uit je kit er even uithaalt. Dat je die één voor één even scant met Google Lens. Er zijn ook andere applicaties voor. Dat je vervolgens op een papiertje noteert wat is. En dat hoef je daar later. Het scheelt je heel veel tijd met het zoeken naar informatie. Dus ondertussen pak ik even dit ding uit. En waarvan we zogenaamd niet weten wat het is, maar jullie weten waarschijnlijk echt niet wat het is. Nu sla ik mijn telefoon uit. Oké, even aan. Ja, daar is hij. Nou, focus ik weer. Kijk, het blauwe puntje. Nou, dat wil ik hebben. Ik heb een gekke lichtweerkaatsing. Oké, hoppakee. En direct, ja, hij vindt hem direct. Zie je, dit is hem. Dus dit is het onderdeel. En dan zie je dus ook weer een code. De RC522 is het, zegt hij. Dat staat ook op de ding trouwens, dus dat klopt. Nou, probeer het zelf eens even. Succes. Er zijn andere apps, ook voor de iPhone. Ik denk ook een Google Lens zal ook wel op een iPhone kunnen. Maar ja, je kunt het even zoeken naar een andere app. Als je een andere app zou willen. Deze voor mij werkte die wel oké. Laten we beginnen met het eerste onderdeel wat we hebben gevonden. Dat was deze. Ja, dat heb ik in die Google Lens gegooid. En wat is het? Dat was een DH 11 iets, hè? Ik ben zelf volgens mij het een CDHC. Dus ik ben nu op Arduino.cc. Ik zou zeggen, dat is de vervolgstap. Je weet wat je hebt, nu nog wat je ermee moet doen. Library, bibliotheek, Arduino.cc, DH. Kijk eens even. En dan krijg je dus DHT, het is niet DHC, DHT 11. En dan zie je mogelijkheden, de library, library download. Ja, library trouwens, dat thema hebben we nog helemaal niet gehad. Library is niet de sketch. Een sketch kan gebruik maken van een library. En in een library staan functies gedefinieerd die code van dat ding, waar die van gebruik zou willen maken, of kunnen maken, moeten maken. Ja? Dus die library, soms heb je een library nodig, die moet je dan importeren in de sketch. Die sketch importeert die library, zodat die gebruik kan maken van de functies in die library. Oké, dus nou, er bestaat dus een DHT11 library. Nou, eens kijken, wat gaan we doen? Sensor library, library, library. Ik ga gewoon naar de eerste deel, DHT11. Daar ga ik naartoe. Ik wil hem de basis kennen van dit ding, wat het is en wat ik ermee kan doen. Dat is ons doel, toch? Oh. Oh. Oké, ik zou zeggen. Ja? Hij vindt drie resultaten in de blog. Maar ik wil niet naar een blog. Ik wil iets maken. Dus ik ga naar beneden. Je krijgt 11 resultaten in de Project Hub. Daar komen we in de buurt. Ja? Dus allerlei projecten die er gemaakt worden. Hier zie je, het is een temperatuursensor. Temperature, humidity.
Nou ja, goed. Je kunt kiezen. Using. Je kunt natuurlijk zeggen, nou, het gebruik van. Nou, ik kies deze. Ja, gewoon, ik vind het. Ik weet al dat dit een temperatuur- en luchtvochtigheidsmeter is. Dus je kunt er de temperatuur mee meten. Je kunt er de temperatuur en de vochtigheid mee meten. Je kunt hem koppelen aan een LCD-schermpje, zodat je de temperatuur en zo ook ziet. Ook dat is leuk. Dat hebben we straks nodig in ons videootje output. Gaan we daar aandacht aan geven. Nou, dit is het samen. Komt alles samen. Dus hè, dat is een soort weerstation al. Nou, dit is de algemene informatie. En dan laat ik er toch even op klikken. Die algemene informatie using DHT11. Niet verkeerd natuurlijk. En dan ik wil toch snel terug. Ik wil er echt wat mee doen. Oké, nou, dit is dus wat ik dan te zien krijg. Een ding in het groot. Kan hij zien, ja, dit is hem ook werkelijk. Drie pins. Naar beneden scrollen. Tutorial will show you how to use. Nou ja, dat is precies wat we willen. Dus laten we toch maar hier even blijven. Wat heb je nodig? Een Arduino Uno. Je hebt die sensor nodig. Je hebt er zijn er drie. Je hebt er een vier pins. Is er ook, zie je het. En die kunnen we direct kopen. Dat willen we niet. En je hebt dan een breadboard nodig. En jump wires. Oké, nou. Bla bla. Is your sensor different? Nee. Mijn sensor is like this. Ja, zeker. Ja? Oké, nou, hier krijgen we dan. Mijn sensor has three pins. It's fitted on a board. If yours has four pins, then you need to build this circuit after the sensor. Ja, oké, zo best. Maar wij hebben een vier pins. Een drie pins. If it's is same as mine, dus mijn, wat zegt hij? Mijn sensor has three pins, ja, yeah, die we zijn. Just ignore the resistor, oftewel die weerstand kunnen we eruit halen, is handig. Then build a circuit, ja, yeah. Dan krijgen we de code. You need to add the library to the Arduino IDE. Dus dan komt dan het verhaal van de library komt tevoorschijn zo. Upload de code, de code is upload, open de serial monitor en de baud rate to 9600. You see the humidity and temperature. Ja, oké, die is de code. Even heel snel doorheen lopen. Je ziet hier die include. Dat betekent dus dat er een library geïncluded wordt. En belangrijk is dat hij die library dus ook heeft. Dat je die hebt geïnstalleerd binnen je Arduino IDE. Anders kan hij hem niet includen. Gaan we zo naar kijken. Dan wordt een DH11 gaat het over. DHT11, die hebben wij dus. Dat is een 3 pins. Nou, dat gaat op pin 4, dan gaan we zo zien. Zal er wel ergens een plaatje. Oh ja, dat plaatje hadden we al hier. Dit plaatje ga ik vanuit. Pin 4, zien we hem inderdaad hierboven. Dus dat klopt. Nou, dan gaat hij lopen. En dan zie je serial print, oftewel dat is gewoon een stukje tekst. Staat in een string. Die wordt hier geprint in je serial monitor. Die gaan we zo even ook even opzoeken. En nou ja, zo. En dat zou dan dus zichtbaar moeten worden. Verder lijkt het vrij simpel. Dus ik ga terug naar mijn plaatje. Dit moeten we bouwen. En die code eronder moeten we uploaden. En ik ga eerst even naar mijn Arduino IDE. Daar is die. Ik ga dus bestand. Ik pak een nieuwe erbij. Hoop ik. Hij doet even moeilijk. En daar is die. Ja, maak hem even groot. Nou, lekker leeg. Alleen de void setup, void loop. En dan ga ik eerst kijken onder hulpmiddelen. En dan zie je hier bibliotheken beheren. Library, bibliotheek. Daar gaat het om. Eventjes op klikken. Nou, we weten dus dat we de library die we nodig hebben is de DHT11 library. En verdikken we dat duurde lang voordat hij die geladen heeft. Nou, dan zien we dus een overzicht van libraries. Niet zoals ze bij mij geïnstalleerd zijn, maar zoals ze beschikbaar zijn. Dus ik zal even moeten gaan zoeken. En ik moet zeggen, dit vraagt vrij veel van mijn computer, dit ding. Nou, is mijn computer ook een beetje onderhand helemaal vol. Waar ging het om? DHT11. Daar is die. Nee, is er nog niet. Hij is nog even aan het zoeken. DHT11 library. Ja, maar even door zoeken. Nou, hier zien we dus een library voor DHT11 4. En hier zie ik er nog één. Arduino library voor DHT11.
11. Nou, die is al geïnstalleerd, dus nou, ik heb er ook ooit wel wat mee gedaan. Dus deze doen we, DHT Sensor Library. Die selecteer je dan, die installeer je dan. Je kan hem ook nog updaten. Nou, updaten, zo, en dan wordt hij geïnstalleerd. Zo, dat moet je dus ook doen. En dan weet je dat je op jouw computer nou, daar met die library kan werken. Kijk, op een gegeven moment dat, dat de sketch klaar is en je wil hem uploaden naar je Arduino-board, dan maakt het niet meer uit natuurlijk wat er op je computer geïnstalleerd is. Want dan kun je hem loskoppelen van de computer en dan voert hij hem nog steeds uit. Oké, okay, nou, als die dan geïnstalleerd is, hè, dat is dus gebeurd. DHT Sensor Library, dat was hem. Van Adafruit heb ik, versie 1.4.1. En dan sluit ik hem af. Dan zie je nu niks. Je moet maar geloven dat het hierin geïnstalleerd is. Dan gaan we terug naar onze plek waar we aan het bouwen zijn. Dan kan we die code hier kopiëren. Copy this code. Hoppakee. Je kunt hem ook downloaden. Dat doe ik niet. Ik ga hem gewoon kopiëren. En dan zet ik hier Ctrl-A om alles te selecteren. En Ctrl-V om te plakken. Dus nu hebben we de complete code hebben we erin zitten. Nou moeten we nog even bouwen. Ik ga weer terug naar de ding. En dit ga ik zo bouwen. Ik geef mezelf, nou het is het, 2 minuten. Want let op, we hoeven die weerstand dus niet in te bouwen. Je hebt maar 3 pins. En deze trouwens, heb ik ontdekt. Deze geeft heel duidelijk aan waar welke pin voor staat. Die staat dan ground. Dat is vanaf nu, vanaf de voorkant gezien, is dat de rechtse. Is de andere rechts. Rechts is ground. En die andere is de volt. Dus en het middelste is dus de datapin. Dat is bij jou ook zo waarschijnlijk. Moet je goed kijken of je dat kunt vinden. Dat is namelijk niet altijd zo. Dat is wel standaard bij deze dingen. Maar het is niet zo dat al die dingen die er zijn, dat die standaard zijn. Dus, nou, ja. Dus dat is het. Ik ga hem bouwen. Die weerstand kan eruit laten. Dus wat hier aan blauw is de datapin. Hè? Die gaat naar pin 4, hadden we net gezien. Dus die gaat naar het midden van mijn voet. Van mijn voet. Van de middelste pin gaat die, bedoel ik. See you soon. Nou, ik denk inderdaad dat het 2 minuten was. Ik kan laten zien. Toch wel nuttig om te laten zien. Want kijk, we hebben te maken met een breadboard. En dat is een ander voorbeeld. Dat is ook een breadboard die we zien bovenin. Maar dat is een mini breadboard. En wij hebben zo'n groot net breadboard. En let op, die hebben dus een aparte baan voor plus en de min. Dus ik moet altijd van die plus, hè, die gaat hier naar van Arduino, dat is die oranje kabel, die zit in de plus. Maar dan heb ik dus ook nog een kabeltje, die andere oranje, die maakt dus een brugje naar de plus van onze sensor. En dat is hetzelfde voor die zwarte, die gaat naar de min en die gaat dan hier ook min. Dus ik heb 2 kabels nodig voor de min en 2 voor de plus. Dus een voorbeeld kun je dat direct doen. Je kunt ze ook direct aansluiten. Had ook gekund. Ik had het ook zonder breadboard kunnen doen natuurlijk. Door direct een kabeltje aan die pootjes vast te binden. Maar dat doen we niet. We zetten dit nu in de breadboard. Oké, okay, nou de datapin, let op. Die zit dus in de middelste poot. Dat is de datapin. En dan moet goed opletten dat die in de 4 zit. Het is allemaal net iets te klein, vind ik. De priegel. En dan zetten we hem, sluiten we hem aan op de computer. Natuurlijk is het altijd weer spannend. Naar die meting. Je ziet het nu niet, want dat kan ik niet laten zien helaas. We knippen het al van alles. Ik ben natuurlijk nog niet klaar, want dan gaan we naar onze sketch. En dit is belangrijk nu. We gaan dit uploaden. Nou, we gaan altijd weer testen of die... Of het uploaden goed gaat, let op, wat doet hij dan? Hij zegt van, hé, maar je moet hem eerst opslaan. Want we hebben nog niet opgeslagen als project blijkbaar. Dus dat gaan we nu doen. Sketch februari A1. Ik vind het best. Februari, en dat doen we dan. DHT11. Opslaan. Even de namen geven. Dan wordt hij gecompiled, want compile betekent inpakken. En blijkbaar moet hij ook een plek hebben waar hij de gecompileerde versie neerzet. De code. Is hij even bezig. En dan krijgen we niet een onbelangrijke foutmelding. En dat is namelijk de DHT11.h. Hier, je kunt net zien. No such file address. Dus onze geïmporteerde library.
Die kan die niet vinden terwijl ik hem wel heb geïnstalleerd. En dat gaan we dus eerst even oplossen. De kans is namelijk vrij groot dat jullie dit probleem ook krijgen. Oké, laten we het even oplossen. Kijk, je ziet dat je moet includen de DHT11. Die hebben we, maar let ook op de naam. Dus hier staat niet DH, ja, hier staat dus DHT11.h. Hoe weet je nou of je die juist hebt geïnstalleerd? Dan moet je naar je library map. En die vind je standaard, staat hier onder je documentenmap van de PC. En dan heb je een mapje Arduino. En dan heb je daar een mapje libraries. En dan zie je dus ook de sketches die je ooit hebt opgeslagen. Net hier zit ook ons project bijvoorbeeld. Dus ons project maakt gebruik van de libraries folder die in diezelfde folder zit. Dus ik dubbelklik daarop. Dan zie ik allemaal libraries. Je ziet dat ik er DH12, DHT12, DHT, DHT Sensor Library. Nou, degene die ik net had, was die Adafruit. Dat weet ik niet. Laten we zeggen, het is deze geweest die ik dacht te gebruiken. Ik ga even dubbelklikken. En dan zie je hier DHTH. Je ziet geen DHT11.h. Dus die zit er niet in. De juiste library zit hier niet in. En als ik zo door zou bladeren, dan kom ik geen DHT11H tegen. Ja, dus hoe lossen we dat nou op? Dat doe je door terug te gaan naar de website waar je uiteindelijk bezig bent. Hè? Dat moet natuurlijk aangegeven worden. Je moet een library, hier staat het wel. You need to add the library to the Arduino IDE. En even zoeken, dan staat inderdaad ook netjes onderin welke library, de DHT11 library, je nodig hebt. Er zijn er nogal wat meer dan één. Nou, deze heb je nodig, Adidax DHT11, daar zou die in zitten. Ik heb hem gedownload als zip. Dan ga ik uiteindelijk naar mijn library folder, daarin heb ik hem gedownload. Daar zit hij, hier. Dan heb ik hem uitgepakt, daar is hij. En toch ben ik niet klaar, want als ik hier dubbel op klik, dan zie ik dat hij is uitgepakt, maar in een folder, in een folder. Dus ik zie hier nog steeds geen DHT11. Hoe erg is dat? Dat is erg, want als ik hem nu probeer te, dan, even daar kijken hoe ik dat zichtbaar kan maken. Dat moet toch kunnen? Ja, dat lukt. Alleen moet ik hem even omhoog doen. Maar dat valt nog niet mee. Om dat zichtbaar te maken. Maakt niet uit. Dan krijg ik een foutcode van ongeldige bibliotheek gevonden. Oftewel, hij kan hem helemaal niet vinden. Want hij zoekt dan in de folder Adidax DHT11. Denk, oh, is dat goed? Nee, want dan zoekt hij in die folder en dan vindt hij dus een andere folder. Wat ik doe, ik dubbelklik op die folder. Daar zie ik ineens die DHT11. Ik ctrl A even alles. En ik ctrl X even alles. Ik ga terug naar deze folder. Die in principe verder leeg is. Rechte muis. En plakken. Dan zeg ik dus daarmee. DHT11 die moet wel op dit niveau in de library zitten. Mag in een map zitten. Maar niet in twee mappen. Niet in een submap. Want dan vindt hij hem niet. Nu als het goed is gaat hij hem vinden. Hij zit nu in de juiste map. Dit klikken we even weg. Dus nou zou hij dit moeten vinden. Ik ga hem weer uploaden. Compileren. Eens kijken wat hij nu gaat doen. Nou, lang bezig en dan lijkt hij het niet te doen, maar hij doet het wel. Hij heeft de compilatie lukt, maar hij blijkt de COM11 niet te vinden. Dus er zitten blijkbaar, moeten we even opnieuw die hem goed verbinden. Volgens mij zat ik op 15, moest hij juist zitten. Nou, zoals gewoonlijk was het ook weer een gepruts om die connectieprobleem op te lossen. Is het soms gewoon handig om even naar apparatenbeheer te gaan in je computer. Vervolgens de Arduino eruit te trekken uit je USB, opnieuw erin te doen. Dan zie je vanzelf onder poorten, COM-poorten, welke poort actief is bij als het moment dat je die Arduino in je computer steekt. Dat blijkt hier dus COM15 te zijn. Dus dan weet ik dat ik bovenin COM15 moet kiezen. En let erop dat je dus ook altijd de Arduino Uno hebt gekozen onder hulpmiddelen. Hier Arduino Uno, want zelfs dat stond verkeerd bij mij. Hoe dat dan gekomen is, weet ik niet. Nou, nu is hij geüpload. Nou ja, doet hij het? Hoe weten we dat nou? Dat weten we door naar hulpmiddelen te gaan. En dan gaan we naar de seriële monitor. En dat is heel spannend. Wat zien we dan? We zien dat de vochtigheid 255 is en de temperatuur is 255. Dat betekent dus dat dit niet goed gaat. Dit betekent het maximum, hè, van de 256 bits mogelijkheden.
kiest hij continu het maximum. Dus zit er of iets fout in de aansluiting, of iets fout in de code. Nou ja, dat gaan we dus even controleren. We'll be back. Nou, het duurde even, maar verdikken met is opgelost. Het probleem was nu niet de code. Dat was eigenlijk helemaal geen probleem. Dan de aansluiting. Ook de aansluiting was goed. Alleen het probleem met dit zo'n breadboard is dat, ja, dat zit gewoon los in die dingen. Dat met die pushbutton, met die piezo buzzer, was dat ook al een probleem. Dus wat heb ik? Ik los het nu op door het zo direct eraan te sluiten, dit ding. Je hebt gewoon drie pinnen. Zo, drie pinnen, een min, een ground en een plus en een datapin. Nou, datapin zit op de 4. En dan die plus zit op de 5 volt, die rode. En die zwarte zit op de ground. Nou, die aansluitingen hier, zo direct met die kabeltjes, die zijn gewoon steviger. Dat beweegt niet. Ja, dat komt dan toch vrij precies. Dat is wel, denk erover na bij je project ook. Als je het project, echt je eindproject, daar zal je moeten gaan solderen. Die contacten moeten echt goed zijn, anders krijg je het effect. Nou, ik zie nog wel hier de luchtvochtigheid. Dat gaat nogal heen en weer bij mij. Dat klopt wel, want ik zit hier boven te praten. Dus als ik even op adem, dan zie je het dus heel erg omhoog gaan. Dus zelfs 95 ineens. Hoppakee, zie je dat? Dus ja, dat is vochtig. En dan wordt hij weer minder zo. Langzamerhand. En de temperatuur die wordt dus ook, gaat dus ook omhoog. Die is nu naar 26. Die gaat niet weer langzaam naar beneden. Gaat weer naar 25. Zo warm is het niet. Dus in die zin zou ik nog dat kunnen kalibreren op enige manier. Je kunt zeggen van, nou ja, hier zie ik de temperatuur. En dan staat er een 2. En dan in die code wordt daar gebruik gemaakt van een 2. Dus ja, ik zou erover na kunnen denken. Kijk, dit is een float. Dat ik denk, dit gegeven, wat tussen die haakjes staat, zero print, dat ik daar iets van min 2 in ga zetten. Min 2. Nou, dan komen we meer in de buurt. Zit ik op 22 graden, dat kom ik in de buurt van hoe het hier is. Nou, het was weer een aardig hoofdpijndossier. Misschien voor jullie is het toppie, denk ik. Dat ze problemen aanlopen van de libraries, van de contacten, van de contacten zelf, die puntjes. Ja, die problemen kom je ook tegen. En we hebben ze allemaal opgelost in deze video. Nu jij nog. Succes ermee.